Hallo en welkom bij Goudcoach, de ultieme podcast voor fans van Olympische sporten. Wij gidsen jou doorheen de wereld van de atletiek, semmen, baanwielrennen, gewoon wielrennen en nog veel meer. Kortom, wij houden de Olympische vlam warm. Dag Bert, alles goed? Ja, alles goed. Goedenavond, drinken. Hoe warm is de Olympische vlam nog? We zijn nu toch ja, bijna twee maanden, drie maanden. Ja, ik denk Voel je dat het, het nog? ondertussen een beetje een waakvlammetje is geworden. <laughs> uh, wij, dat is was... wel. Mooi beeld voor onze podcast, de waakvlam van de Olympische Spelen. Ja, de waakvlam brandende houden en die gaat ja. aanwakkeren richting uh, LA, hopelijk. Ja. <laughs> uh, nee, ja, we merken, we zeiden het al tegen elkaar, we merken dat er, het is zo een beetje, misschien is het komkommertijd, of misschien is uh, atletiek en alle andere sporten van de Olympische Spelen gewoon iets minder in de aandacht ja. op dit moment. Maar het is wel leuk om daar een beetje naar op zoek te gaan en toch ja, wat dingen te weten te komen uh, en die aan jullie te vertellen, hè. Deze week gaan we praten over het wk Baaluren dat er aankomt. Van 16 mm. tot 20 oktober is het in, uh, ja, niet in, het is in Balleroep, uh, is het officieel de naam, maar dat is niet zo ver mm. van Kopenhagen. Allef, uh, naast Kopenhagen. Dus uh, in Denemarken is het de ja. doen. Van 16 tot 20 oktober. eens, uh, ik vind dat wel tof, zo'n WK. Vier dagen, al alleen ja. vijf. Uh, en gedaan. Zoiets anders, daar kunnen die voetballers nog een keer iets van leren. <laughs> dat is iets dat wij al vaak gezegd hebben en misschien ook vaak gaan zeggen. Daar kunnen de voetballers inderdaad nog iets van leren. Ja. Want die doen dan een hele maand, want die moeten altijd een week uitrusten tussen de matchen. Ja. Uh, dat is wel iets anders voor wielrenners natuurlijk. Een nieuwe rubriek in onze podcast, we blijven, we evolueren elke keer, uh, elke is dat keer. we elke keer even kort uh, gaan bespreken waar we het niet over gaan hebben. Ja. Dus een kort rondje nieuwtjes van waar we het niet over gaan hebben. Ik zal de spits afbijten. Uh, de World Cup Series in het zwemmen is aangekondigd en daar hebben we niet minder dan twaalf topzwemmers zich voor uh, alleen aan gecommitteerd, alleen aan toegezegd. Onder meer Leon Marchand en Kayleigh McEwen gaan er aan deelnemen. En uh, wat is de World Cup Series? Dat is eigenlijk een reeks van zwemwedstrijden die wordt georganiseerd door de uh, World Aquatics. Uh, Drie stops en er wordt gezongen in de korte baan, dus eigenlijk het, het um, de, ja, de korte seizoen begint eigenlijk. Ja, inderdaad. En uh, op 18 oktober in Shanghai begint het en daarna volgt nog Incheon in Zuid-Korea en Singapore en het eindigt op 2 november. Dus um, eigenlijk na de Olympische Spelen begint zo'n beetje het seizoen van het 25-meter bad van het korte, en je hebt ook nog het 2K trouwens in ja. december, als ik me niet vergis. Ja, het is wel straf dat eigenlijk ja, na zo'n Olympisch seizoen toch nog zoveel uh, topswimmers zich uh, gaan meten. Voilà. Ja, dat lijkt een beetje door mij denken, uh, we gingen er niet over uitweiden, maar dat doen een beetje <laughs> denken aan, uh, aan in het uh, baanwiel. En dan doen ze dat ook. Hè. Zijn ze zijn een paar jaar geleden begonnen met de, de Champions League. Dat zijn ook uh, gepaaldere versies van de zesdaagse. Dus dat is alles heel snel achter elkaar. In twee dagen is dat, denk ik. Ook op zes locaties. Dus ze proberen op die manier zo de sport toch een beetje aantrekkelijker te maken en niet zo. Langdradig, denk ik. Zodat er meer mensen ja. uh, naar de actie komen kijken. Hè? Ja, vooral denk ik, bijvoorbeeld in, in baanwilrennen, maar eigenlijk ook in atletiek kom, kom je van een periode, zeker baanrennen, met die zesdaagse, is dat eigenlijk gigantisch lange seizoenen of gigantisch veel evenementen. Hmm. Je voelt dat dat nu een beetje aan het instorten is. Dus wat begint men te doen, begint dat meer te groeperen. Atletiek eigenlijk hetzelfde, die Diamond Leagues. Mm -hmm. Marcheert toch niet echt te veel. Dus komt er dat, dat uh, idee van uh, Carl Lewis, als ik ja. juist ben? Rond zo'n zo beetje Champions League-achtige vier-events, toppers ja. alleen maar. Voilà. Ja. Oké, okay, okay. waar gaan we Elk het nog niet over je. hebben? Nee, we gaan het niet hebben over Nadal. Die stopt met tennissen. We hebben het ook in de zomer al gezegd. Um, maar hij stopt na de volgende Davis Cup, ik denk in november. Hij gaat hij nog eens voor zijn land spelen. En dan uh, stopt hij definitief uh, met tennissen. Ja, 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 icoon. Dat stond Ja, Ik, denk dat dat, uh, ik vind het moeilijk om in te schatten dat hij nu de grootste ooit of zo want Dat gaat pas blijken over zo 10, 20, 30 jaar. Hè. Ja, ze tellen nu alle grenslaps en de toernooien en de gouden medailles. Dat tellen ze allemaal samen. En hij is sowieso één van de grootste ooit. Uh, en zeker op Gravel he, is hij echt de beste aller tijden. Ja. Uh, we blijven nog even in het zwemmen. De Canadese zwemster en my fan-favorite uh, Summer McIntosh is opgenomen in de Time 100. Uh, 100 Next 2024 lijst van Time Magazine. En dat is ja. eigenlijk, ja, dat viert Heet eigenlijk goed. 100. Ja, 100. Ja. Wow. De 100 opkomende ja. leiders die de toekomst gaan vormgeven en de volgende generatie gaan definiëren. Dus daar staat uh, Summer McIntosh, de Canadese, staat hij daarop. Um, ja, ja wat, dat is natuurlijk te maken met het feit dat ze Soblim Spelen in Parijs uh, drie keer goud en een keer zilver heeft gehaald. Hè. Dus uh, ja. Ja, dat is wel een van de fenomenen van, uh, van Parijs, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En dat zal in de toekomst niet minderen, denk ik. Nee, nee, als, nee, nee. Als ze zo verder doet, hè. Nee. Eh, nog een beetje is dat de Belgian Tornado's, eh, de Borlees, de twee oudste broers, stoppen ermee. Maar ook hun vader, Jacques Borlee, de coach, die dat toch al eh, heel wat jaren doet. En daar toch echt eh, een topteam van heeft gemaakt. Dat al, ik denk, 15 jaar of zo altijd in de finale staat. Bij zo goed als elk toernooi. Ja, eh, ja. Die wordt opgevolgd door Bram Peters. En eh, er begint zich een beetje een trend te vormen. Want Bram Peters is een uh, Nederlandse coach. Ze noemen hem de ontdekker van Femke Bol. Hij heeft er gewoon heel veel mee gewerkt. En haar mee gemaakt tot wat ze nu is. Um, en vorige keer hebben we het gehad over de uh, Zwemfederatie, die ook een, een nieuwe Nederlandse coach binnenhaalt. Dus dat lijkt een beetje een trend te worden um, dat we Nederlandse coaches binnenhalen. Ja, over die Zwemfederatie gesproken, mooi bruggetje, want daar is ook weer nieuws uh, te merken. Inderdaad, vorige keer hadden we het over uh, Mark Faber, die daar werd aangesteld als nieuwe uh, mm -hmm. ja, topsportcoach, <tus> zal ik maar zeggen. Um, en, en nu is er nieuw, nieuw aangekondigd dat Brigitte BQ. Uh, stopt, Allee, ze gaat uh, de jeugd trainen, wat toch opvallend nieuws was, want net voor de Spelen werd zij nog een beetje aangekomen als zo de nieuwe mentor van Roos van Otterdijk, ja. als degene die haar terug in dat bad gekregen heeft na, na haar ja, mentaal zware burn-out periode eigenlijk. Maar nu blijkt dat er toch een haar in de boter zat tussen die twee. Ja. Uh, beide zeggen dat er niets zots gebeurd is of zo, maar dat het wel ja, niet de beste samenwerking was. Dus nee. BQ doet nu een stapje terug. En opvallend, wie neemt er over? Louis Kroene. Die kennen ja. we nog, want die heeft ook nog wel uh, wat uh, uh, ja, mooie prestaties geleverd in ja. dat bad. Hij heeft finales gezwommen en dat ja. Spelen. hij zo speel. Hij is een van de Belgische topzwemmers. Ja, nummer je twee achter, ja. achter Pieter Timmers altijd zo. Hè. Allee, zo. En mee in het af uh, aflossingsteam bijvoorbeeld, ook een ja. van de belangrijke zwemmers. Wel opvallend, ja. uh, heeft nul ervaring. Louis Kroenen komt eigenlijk, ja. ja, nul ervaring. Hij heeft natuurlijk zelf topzwemmer geweest. Dus hij kent natuurlijk wel die wereld. En, en, en ja. heeft nu net zijn uh, studie lichamelijke kopvoeding afgewerkt. Dus daar heeft hij wel de nodige ja. bagage opgedaan, hopelijk. Maar hij gaat nu wel uh, instaan voor onder meer dus Ross van Otterdijk. Dus wel uitkijken. En we moeten misschien eens in de komende periode zo in, als het zo wat windstil is in de. De kampioenschappen en dergelijke, zo die tussenperiode, als al zal die wel maar kort zijn, moeten we misschien eens iemand uit die zwemfederatie te pakken krijgen voor. Een... Ja, want daar gebeurt toch veel, hè? Ja, er gebeurt veel, hè? Het is toch wel ja. uitkijken naar ambities en zo dus ja. dat moeten we misschien eens proberen. Misschien eens gaan poken, zo van wat ja, ja, is daar ja, eigenlijk ja. allemaal aan de hand. Ja. Um, dat is nog niet het laatste nieuws over coaching uh, waar we het over gaan hebben in het korte nieuws, want uh, ook bij de Judo-federatie is er een nieuwe coach aangesteld. Um, ik weet niet of jij hem nog uh, klaar hebt staan, maar. Tot Niemand minder dan Dirk van Tichelt is de nieuwe coach van de Belgische judoka's van Judo Vlaanderen. 90 graden zijn. Is dat 90 graden? Nee. Voilà. Voilà. hoort, hij weet het altijd uh, <laughs> veel beter als de uh, scheidsrechter. Uh, ze gaan daar um, van alles doen. Hij zegt, uh, hij is heel positief. Hij zegt echt uh, belangrijke zinnige dingen. Ze gaan veel meer data gebruiken. Ze gaan veel meer meten, want meten is weten. Dus ook daar uh, zijn we heel benieuwd naar wat dat gaat geven in de toekomst. Ja, Ik vond het wel een opvallend uh, interview als allez, startinterview als, ja. als nieuwe topsport, uh, nieuwe hoofdcoach van Judo Vlaanderen. Ja, ik, weet, ja, ik ken natuurlijk iets van Judo, maar ik vond het wel heel mooi hoe hij zei van ja, kijk, wij zijn geen, geen topland dat survival of fitness kan doen. Wij moeten iedereen meekrijgen, maar we ja. gaan op basis van data proberen om te kijken wie zwaar goed en wie heeft welke trein. Dus ja, ik vond het wel mooi hoe hij die passie die Dirk van ja. Tegelt heeft gaat combineren, ja. denk ik, met dan toch. Uh, ja, harde data waar je toch, ja, toch niet meer naast kan in deze tijd, dus wel ja. heel mooi. Ja. Ja, ja. Ik vond het ook wel opvallend, hij zei dat van, ja, het team wordt uitgebreid, er komt een visio bij en zo. dacht ik, is dat er nog niet? Alleen, ja, dat, dat vind ik ook is heel te... raar dat dat er ja, is. Die, die liggen toch de helft van de tijd geblesseerd ja. op die mat. Ja. Die spelen op, toch, op elke grote wedstrijd is bijvoorbeeld Matthias kassen geblesseerd. Of Dirk uh, van Tegelt zelf, dan denk ik, ja. alleen daar moet toch een inhuisdokter zijn. Nou ja. Kassel was blijkbaar toch echt aangedaan zijn, na zijn vierde plaats op de spelen. Hij is nu ja. blijkbaar al, hij is al heel de tijd op reizen en, en, en niet aan het trainen. Hij mm. is nu in, ergens in Azië met zijn vriendin uh, te reizen. Maar dus blijkbaar in november zou hij terug uh, voet op de mat zetten. Ja. Uh, nog uh, even kijken: twee nieuwtjes die ik wil meegeven over de atletiekwereld. De kwalificatienummers voor de wereldkampioenschappen marathon van 2025 zijn bekendgemaakt. En dat is echt crazy, die ja. limieten. Voor de mannen is het 2 uur 6 minuten en 30 seconden. Om daar even buiten te zetten, dat persoonlijk kort van Koen Naert is 2 uur 6 minuten en 56 seconden. Dus ja. op basis van zijn PR kwalificeert hij zich niet. Nu, ik denk dat je ook kan kwalificeren door middel van de World Ranking. Ja. Dus het is maar dat. En bij de vrouwen is het 2 uur 23 en 30 seconden. Um, ja, die, die kwalificatietijden zijn dan ben je sowieso rechtstreeks gekwalificeerd. Maar. Er zijn nog andere manieren om je te kwalificeren. Want anders denk ik niet dat er echt nog heel veel zouden. Er ah, ja, zouden gewoon veel minder deelnemers zijn, denk ik. Nee, nee, want het, ik heb het gevonden in een Amerikaans artikel. En daar maakten ze zich ja. echt zorgen over de Amerikaanse deelnemers. Omdat er gewoon. Er zijn op dit moment geen mannen die die tijd lopen ja. in Amerika. Um, en dan de laatste dat ik nog wil delen boven, is: Nieuw-Zeeland heeft de ambitie om het WK indoor te organiseren ja. in 28. Maar ze willen dit doen outdoor. <laughs> ja. Ik vind dit soort nietjes maken me echt gelukkig. Ja, dat vind ook. ik echt fantastisch. Ja. Maar dat komt blijkbaar, omdat de World Athletics investeert, dat we niet meer mogen spreken over het WK in door ja. atletiek, maar het WK short track. Dus ja. dat kan ook buiten zijn. En dat, ja. uh, ook dat dit we dan zeggen we gaan uh, het WK zwemmen, korte baan doen, maar we gaan het in een lange baan doen en je stopt in de helft. Ja, pas op. Het is interessant. Het heeft te maken merkbaar, met dat, uh, die korte baan, dus dat is blijkbaar ja. dus maar een, een 200 meter baan, waar dat die dan oplopen, Ja. Ben, juist, hè? die bestaat niet in veel landen. Bijvoorbeeld in nee. Amerika heb je dit niet, in nee. eigenlijk alle anglo saxische werelden heb je dit niet. Want dus wil zeggen dat het WK Indoor nooit naar die landen kan gaan. Nee. Daarom is het rebrand naar Short Track, zodat het eigenlijk ook uh, buiten kan plaatsvinden, en dat er eigenlijk gewoon een piste kan gebouwd worden. Uh, dus ja, ja, er wordt dan een, een piste gebouwd ja. en dat uh, maakt het interessant, want dan kan je eigenlijk ook heel andere dingen gaan doen. kan je eigenlijk echt eens een atletiekpiste, uh, of een atletiekstadion zetten, wat nog mm -hmm. heel vaak niet het geval Vaak is het ja. een voetbalstadion. Met uh, toevallig atletiekbaan. Ja, ja. ja. Uh, dus dat was wel uh, interessant. Maar goed, kijk, dus, uh, misschien dat we eens dus naar Nieuw-Zeeland gaan in 28 voor het WK Indoor Outdoor. Outdoor, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, WK-baan we, ja. we kunnen niet anders, denk ik, Bert, maar verbeter mij. We. we beginnen met toch wel ja, het bommetje dat viel. Ja, groot nieuws. Een paar dagen geleden. Uh, ja, Ken je de Ketel stopt. Ja. ja, we hebben het er uh, alles over gehad. Ik weet niet meer wanneer juist dat wij toch wel fan zijn van Kenny de Ketelen. Uh, omdat hij zelf top, top uh, baanwielrenner is geweest. Uh, je, Jeugdgecoacht heeft. Goede band heeft met al die, uh, met al die baanwielrenners en rensters goede tactische inzichten heeft. Hij is echt een goede coach. En ja. dan toch nu opeens, want uh, misschien mogen we dat niet zeggen. Wij waren eigenlijk, uh, we probeerden hem eigenlijk hier binnen te halen, om uh, om even te interviewen en om mede voorbeschouwing of nabeschouwing of toch iets ja, om ja, de ja. te doen. Uh, maar daar zag je niet zitten. Misschien ook mede hierdoor, hè, omdat even later viel dan dit nieuws uh, uit de lucht. Uh, dus ik vind het wel jammer, want ik denk dat daar. Een verlies is voor de, de Wielerfederatie. Ik ben daar eigenlijk gigantisch zeker van. In het baanwielrennen, denk ik dat er een. een uh, er zit een fysiek aspect aan, een endurance aspect, een training aspect, maar dit is ook tactisch. Uh, zo'n moeilijke. zo'n sport. En er is niemand die meer ervaring heeft en die mm. meer uren op die piste gesleten heeft als Kenny de Ketel. Dus ik vind ja. dat een gigantisch verlies. Um, zeker ook als je ziet, hij heeft eigenlijk met al die gasten nog, nog een fiets zelf, mm -hmm. of net niet. Robbe Gijs heeft hij nog echt uh, medailles meegehaald. Mm -hmm. uh, van den Bossen heeft hij, denk ik, net zo de, was hij al wat coach, maar was hij nog runner ja. en zo. Van die. Dus allee, het is een gigantisch verlies. Ja, ik, ik hoorde ook Robbe Gijs zeggen, ik weet niet goed of mijn toekomst nu nog op mm -hmm. de baan zal liggen. Ja. Dus ja, die toch Dat echt een beetje genoeg, genoeg eigenlijk, hè. Ja, maar blijkbaar was de werkdruk echt het probleem, want we hebben dan ja. zo, eh, eh, we stuurden ja. direct naar elkaar wat zullen de redenen zijn, want hey, wat wordt gezegd, persoonlijke redenen, dus, eh, dus dat is voor mij altijd het rood, een, een rood vlaggetje dat afgaat van ja, goed, hier is het misgelopen ofzo, ja. het is aan bras, um, maar blijkbaar niet, alleen wat ik, uh, allee, wat ik uh, dan verder lees is dat het eigenlijk te maken heeft met de werkdruk, het is blijkbaar mm -hmm. echt... Uh, Heel hard werken. Uh, veel meer dan hij initieel gedacht had, veel in het ja. buitenland ook. En, ik, en hij is iemand, uh, Ketel heeft wel wat kinderen. Dus uh, hij heeft er een aantal uh, uit zijn vorige huwelijk. En nu in zijn nieuwe relatie heeft hij ook nog enkele pluskinderen. Uh, dus het is echt wel wat. Uh, <laughs> het, is, het is wel wat een, een, een familie. En ja, als je ja. dan veel van huis bent, is dat volgens mij niet gemakkelijk. Nee. Dus hij gaat nu champagne verkopen samen ja. met zijn vrouw Sylvie. Voilà. Ik kan hem direct champagne voorzien voor de winnaars van de zesdaagse Ja. <laughs> hij heeft misschien een uh, goed hij, contract gemaakt. Hij gaat ook nog wel een aantal dagen achter het stuur zitten van de Volkswagen bij Team vlaanders balwazen ja, Dat goed, is dan ja. niet op de, op de piste, hè. dat is dan op de weg. Nee, nee, klopt ja? inderdaad. Dus nu, ook, ja. ik moet wel zeggen, uh, in Nederland heb je eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal gekregen. Nee, alle, hetzelfde. Hugo Haak, uh, daar de, het brein achter alle sprintoverwinningen van Harry Lavrijsen, is in de tijd, ik denk twee jaar geleden, ook gestopt na een uh, WK of zoiets, waar dat weer alles gewonnen werd. En hij heeft hij gezegd, uh, ik, ga nu, ik word nu uh, technisch directeur of sportief directeur bij uh, Tour de Titema. Mm -hmm. de ploeg. Uh, maar uiteindelijk is hij toch ook teruggekeerd uh, voor Harry Da omdat hij heel graag wou. Ja. Eerst als hulpbondscoach of als hulpje gewoon. En nu is hij terug bondscoach. Ja. Wie weet zit er nog Wie wel weet. een soort van We comeback in. We hebben We nog hoop. hoop. Ja. Oké. Okay. Uh, een kwartier Dan, ver, mooi. Ja, mooi. Dat, dat valt mee. <laughs> um, we gingen, wij hadden um, ook gezegd dat we het, um, EK, het WK baanwielrennen gingen uh, voorbeschouwen. We gaan natuurlijk niet alles voorbeschouwen, dus nee. we hebben er elks. Um, een discipline uitgekozen, of twee disciplines uitgekozen. Uh, die we een beetje willen uitleggen. omdat we ervan uitgaan. dat uh, de mensen die naar deze podcast luisteren. graag naar dat WK kijken. misschien niet alles kunnen zien, natuurlijk. maar ook niet per se weten. hoe al die onderdelen net werken. Uh, dus wij uh, stelden voor. Omdat, of hebben we met elkaar besproken. dat we dat gaan. Uh, verklaren voor jullie. een beetje uitleggen. Ja. De favorieten. Um, misschien een beetje geschiedenis daar rond. En dan gaan we nog een beetje hebben over de favorieten. Um, Belgisch en buitenlands, um, over dat, eh, dat WK-baanwielrennen. Ja, um, we moeten misschien eerst. Even, kunnen we het even kijken op Sporza Bert? Heb jij dat gecheckt? Ja, het komt wel op Sporza. Ik weet niet of okay. alles erop komt, maar het komt wel wow. voor een deel op livestreams op Sporza. Ja. Dat is ook altijd ja. s'avonds, toch? Er een naam wel gewoon. Ja, ja. Ja, ja. Um, ik wil. Zal ik een spits afbijten met ja, een ik onderdeel? Ga eerst, ik zou eerst misschien zeggen: baanwielrennen ja. wordt uh, over het algemeen verdeeld in twee. Uh, grote categorieën, dus je hebt de sprintnummers en je hebt de duurnummers, hè? De, de uithoudingsnummers. Um, de sprintnummers, dat is natuurlijk de, de individuele sprint uh, en de keren en dat soort dingen. En dan heb je ook de uithoudingsnummers, zoals uh, de puntenkoers, de medicine, de scratch, uh, maar daar zullen we het dan nog wat meer over hebben. Maar je hebt dus korte en langere nummers, om het zo te zeggen hij kan je onthouden, als er een Nederlander wint, is het een sprintnummer. <laughs> ja. Als er geen Nederlander wint, is het een duur nummer. Ja. Bij de mannen is dat eigenlijk zeker zo. Ja. Uh, bij de vrouwen uh, is de kans vrij groot ook. Maar ja. toch vooral, allez, dus dat is eigenlijk de categorie die je toch wel kan maken. Ja. Uh, goed, ik zal uh, beginnen met de ploegenachtervolging. Wat dan, achtervolging? vind ik wel moeilijk. Wat catalogeer je dat? Duur? Dat is duur. Ah, nee, ja. wacht. Nee, uh... ja, het is niet te verwarren met de sprint. Het is iets nee, anders. Nee. Hè? Dus de Teamsprint, daarin rijden ze uh, drie uh, renners achter elkaar. Uh, ik denk dat ze vier of drie ronden rijden. Drie ronden zal logisch ja. zijn. Hè? Ja, In elke dus... ronde valt er eentje af. Je eigen is ja. een soort van sprint aantrekken Dat is een sprintnummer. Dat is het Teamsprint. Maar je hebt de ploegenachtervolging en je hebt ook de individuele achtervolging. Maar de ploegenachtervolging is met vier renners. Ja. En die gaan over een afstand van vier kilometer proberen om de snelste tijd te zetten. Eigenlijk een soort van tijdrit over vier kilometer met een ploeg. Ja. Um, er mag de, de tijd van de derde rijder telt. Dus wat je vaak ziet, is dat in de voorlaatste ronde de, dat er iemand op kop begint te knallen als zot. En daarna afhakt. Ja. Um, dus misschien voor de mensen die dat al, al, al gekeken hebben naar het baanwielrennen, dan zie je zo de twee teams ja. van boven en van onder. Ene gaat naar links en de andere gaat naar rechts en dan zie je zo de, de timesplits van welke voorrijden en welke achterrijden. Het verschil is in de uh, wel, ik weet niet of we dat dit keer gaan zien. Wacht, ik moet ik af wat ik zeg. Want er is een verschil tussen het Olympische Spelen en het WK. Nee, we gaan dat zeker wel zien, maar. Um, het is niet zo. We gaan nu maar één keer rijden volgens mij. Ah, ja, zullen Doe... we geen in uh, voorronde's en finales? Nou, of misschien wel. Ik denk het wel. Maar zo. dit is een slecht voorbeeldstukje. Sorry, beste luisteraar. Sorry. Ik ga, we gaan het samen ontdekken wat dat is. Maar ja. is, uh, hoe, hoe er gewonnen wordt, dat zal Renate uitleggen. Uh, maar naar wie moeten we kijken op die, op die, op die ploegenachtervolging? We zijn dus in Parijs. Misschien even een recap. In Parijs won Australië goud, net voor de Britten. En de Italië werd derde. Mm -hmm. uh, in Glasgow, vorig jaar dus, uh, op het Super-WK, op het WK Bavarina, waren het de Denen die voor Italië en Nieuw-Zeeland naar goud uh, fietsten. Um, ja. De Britten doen uh, nu weer mee met uh, Ethan Vernon, Charlie Tanfield, uh, Rice Britton en Oliver Wood. Dus wel wat een... een um een onthoofd team, zal ik zeggen, namelijk uh, Ethan Vernon was er inderdaad wel bij in Parijs, maar uh, bijvoorbeeld uh, Bigum en Ethan Hater, die uh, ook meereden in Parijs, ja. die rijden nu niet mee, die rijden ja. andere nummers. Bigum ja. rijdt de individuele achtervolging, waar hij uh, in Glasgow zilver op haalde trouwens, en Hater die gaat de Omnium rijden. Ja. Um, dus ja, toch, ik vind, ik vind het is zeer opvallend, de keuzes, mm -hmm. er wordt tactisch gekozen in de selecties. Ja. Uh, komen we straks ook nog bij de Belgen. Mm -hmm. Maar um, dus, um, ja, het is opvallend dat niet, niet bijvoorbeeld ja, succesvolle ploegen uit Parijs of uit vorige ja. WK samenrijden. In Italië, Italianen hebben geen Ganna, dus die zijn wat ja. hun hoofd. Ganna rijdt alleen de individuele achtervolging. Mm -hmm. ze rijden daar met Gianni, Boscaro, Moro en Renato. Ja, ze zijn allemaal superjong, ze zijn allemaal mm -hmm. geboren na 2000, dus dat is echt een superjonge ploeg. Dus ik denk dat dat een beetje een experiment is. Dat zal een nieuw opbouw zijn naar een nieuw ploeg, zoals de Belgen een beetje ook uh, doen uh, ja. op dit moment. Hè. De Denen, die zijn hier wel in full force. Die zijn hier met hun kampioenenploeg. Uh, met dus Niklas Larsen, Karl-Frederik Be Bevoort, Rasmus Pedersen en dan Lasse Norman, die er ook vorig jaar bij was. Die is er nu niet bij. Die wordt vervangen uh -huh. door Tobias Hansen. Uh -huh. Nu, die Hansen, dat is ook geen pannekoek. In 24 won hij al zijn eerste gouden medaille op de individueel uh, onderdeel op het Europees kampioenschap. Dus dat ja. is echt ook wel een stevige baanwielrenner. Uh, dus ik denk die Denen, dat je daar wel eens je geld zal kunnen opzetten. Al gaan de ja. Britten volgens mij ook niet teleurstellen. Uh, de, uh, het wereldrecord is trouwens door de Australiërs gezet uh, op de Olympische Spelen en dat is 3 minuten 40 seconden dus uh, ja. dat is bij de mannen, uh, er doen geen Belgen mee dat zou je zeggen, oeh dat is opvallend want op de Olympische Spelen deden die wel mee en uh, niet onverdienstelijk, een nieuw Belgisch record mm -hmm. gereden werd toen zo'n beetje ook omschreven van ja, een nieuw project binnen de Belgisch, Belgian Cycling uh, ik heb daarvoor even onderhoord uh, bij uh, Belgian Cycling zelf en die zeggen heel simpel Um, ja, er zijn wat mensen uitgevallen. Onder meer Dens, die daarmee zat, die is geblesseerd, doet, doet niet mee. En daarom hebben ze eigenlijk en omdat er anderen ook, denk bijvoorbeeld aan Robbe Gijs, die ook niet meedoet, denk ik, omdat hij ja. verplichting heeft met het wegteam, um, hebben ze besloten eigenlijk om geen ploeg op te stellen, eigenlijk omdat ze geen kwaliteit kunnen garanderen. Wat post-Olympisch blijkbaar geen onlogische keuze is. Ja. Um, bij de vrouwen. Gewoon uh, in Glasgow, Groot-Brittannië, voor Nieuw-Zeeland en Frankrijk. En ook Groot-Brittannië is ook nu weer de topfavoriet, want ze komen weer met ongeveer dezelfde ploeg. Uh, Katie Archibald is erbij, Anna Morris is erbij, Josie Knight is erbij en uh, Jessica Roberts is nieuw. Uh, zeker die Katie Archibald en die Josie ja. Knight, die namen doen misschien wel eens een belletje rinken. Uh, Archibald is trouwens uh, terug na mm -hmm. haar uh, ja, toch wel pijnlijke blessure ja. waar die haar uit Parijs hield. Uh, Um, ze, heeft toen, uh, ja, ze is eigenlijk gestruikeld in haar tuin, zo moet ja, je het zeggen. En ze gatke. heeft twee, benen in haar, allee, twee, beentjes, uh, twee botten in haar been gebroken. Ja. Heeft haar enkel uh, ja, dislocated haar uh, en uh, haar ligamenten gescheurd. Dus dat is echt wel een zeer val. Ja, maar wel een van de meest uh, succesvolle baanwielrensters, ja. uh, zeker in Engeland. Een van de ter wereld ook. Hè. Ja, ja, ja. Um, en de vragen voor goed zijn de Duitsers ja. nog, want die zijn wereldrecordhouder op de ploeg achtervolgen met de vrouwen uh -huh. sinds 2021, dus dat record staat al even. Ze zijn hier ook ongeveer met dat team dat toen die tijd gezet heeft: uh, Braube, Lisa Klein en Mieke Kreuger. Uh, en nieuw in dat team is Laura Soupbabilig. Ik ben uh -huh. grote fan van de Duitsers, hun, hun namen. <laughs> ja. um, dus interessant om te zien wat zij hier kunnen. Al hebben ze ja. dus bijvoorbeeld vorig jaar niet echt een uitslag gereden. Helemaal interessant is bij die vrouwen, die sturen, daar sturen, sturen wij België wel een team. Ja. Met Febe Joris, Marten van Hoven, Katrijn de Klerk en Helene Hesters gaan we daar toch proberen. Ja. Um, opvallend. Maar, ja, ik vind het ook opvallend omdat zij, dat, zijn, dat is niet hun nummer is, denk ik. Ik denk, ook niet dat dat, uh, ik denk dat ze daar vooral zijn om allemaal andere disciplines te rijden. En dan dit erbij nemen een beetje, dat gevoel heb ik. Um, want wel, ze zijn toch uh, allemaal gespecialiseerd in andere disciplines, denk ik. Wel, ook, ook hier heb ik reactie gevraagd aan uh, Belgian Cycling. En technisch directeur Frederik Brochet heeft mij geantwoord dat uh, ze eigenlijk uh, wel hopen op een ploeg richting LA. Net zoals mm -hmm. bij de mannen. Uh, de, de groep is klein, maar ze hopen wel... Uh, ze krijgen wel meer engagement voor deze discipline. Dus ze geven het wel een kans en ze hopen in 2026 gaan ze dit uh, project evalueren. Ze gaan hier twee jaar mee experimenteren, zal ik maar zeggen. En dan kijken of dat het dus een kans heeft op kwalificatie voor de Olympische Spelen in LA. Ja. Dus ja, dat is wel, uh, wel fijn. Ik uh, okay. ben wel benieuwd, ja. Het is, het is, het is wel mooi dat, dat we. Uh, ja, dat ja, we ook in we deze nummers zien, uh, ons ja. toch beginnen tonen. Want dat is wel, dat is wel een heel maakbaar nummer, ja. denk ik, moet ik oppassen wat ik zeg. Ja, als je daar de juiste personen bij elkaar zet, dan moeten niet de vier beste zijn, maar als die goed op elkaar zijn ingespeeld, mm. dat zie je ook bij tijdritten op de weg bijvoorbeeld, ploegen tijdritten op de weg, ja. uh, dan win je niet alleen hè? Nee, 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 nee. Ja. Voilà. Oké. Okay. Uh, over wat wil jij het hebben? Ja, ik wil het hebben over de Medicine, omdat de Medicine is een naam die bekend is wel, maar voor veel mensen het niet echt duidelijk is wat dat dan inhoudt. Um, die naam komt eigenlijk van, van Madison Square Garden in Amerika in New York. Ja, ja. Madison um, Square Garden is nu een, een concertzaal, uh, maar dat was vroeger Madison Square. Dat was gewoon een, een pleintje waar straten samenkwamen. En dan hebben ze daar Gardens van gemaakt, dus een soort tuin van gemaakt. En daar stond ooit een wielerbaan. Uh, en dat is eigenlijk begonnen. Dus ze hebben die wielerbaan gemaakt en dan hebben ze daar in de staat New York en nog een andere staat hebben ze uh, regels bepaald dat in die staat uh, baanwielrenners niet langer dan uh, 12 uur mochten fietsen aan een stuk op de baan. Oké. Okay. Dus dat was het maximum, hè, hebben zij ingevoerd. Dus daarvoor was uh, de medicine al een populaire discipline, omdat die renners die zaten soms 24 uur uh, op de baan. Je bent pas bij, met Ben Elst gaan, uh, gaan helpen, hè, als was ja. 24 uur op de baan en zag, zag hij er nog goed uit nee, na nee, 20 nee. uur? Nee. nee, en daarvoor kwamen de mensen dus kijken. Hè. Dat was een heel populaire uh, sport, omdat mensen gewoon naarmate die, die renners langer op de baan zaten, kwamen kijken hoe die eigenlijk aftakelden en wat er zich dan allemaal afspeelde. Dus ze hebben daar toen uh, regels voor ingevoerd en ze mochten maximum 12 uur op de baan. Maar ze hebben dan wel gezegd, oké, okay, maar ze mogen vanaf nu in teams van twee rijden. Dus wat deden die renners? 12 uur de ene, 12 uur de andere. Dus die reden dan duizenden kilometers. Uh, op 24 uur met twee. En daar, daardoor is eigenlijk ontstaan dat je. Hè, dat is het, het onderdeel of de, de discipline waarin dat je zo elkaar in de baan ziet gooien. Hè. Je ziet ze elkaar in de baan slingeren. En dan gaat er één eigenlijk toertjes rijden. En de andere gaat dan naar boven op de baan om daar even uit te rusten. Hè. Dus dat is natuurlijk niet meer zoals het 100 jaar geleden was. Um, <clears throat> dat is met een bepaalde afstand nu en niet met een bepaalde tijd. De um, afstand is on, meestal rond 50 kilometer. En uh, de renners wisselen elkaar dus af en het komt er eigenlijk op neer om uh, de meeste rondes uh, te behalen. Want je mm. ziet ze ook vaak voor het peloton uitrijden en als ze dan terug kunnen aansluiten achteraan het peloton, dan hebben ze een ronde genomen op dat peloton en dan staan ze dus een ronde voor. Ja. Soms wordt dat omgezet in, in een aantal punten, hè. Um, want die punten die tellen ook mee. Elke tien rondes wordt er een sprint gereden aan de finish, dus zo kan je ook punten verdienen. Dus eigenlijk wordt er met punten gerekend en die rondes worden omgezet in bijvoorbeeld 20 punten. Dus vijf punten voor een sprint zeker en 20 voor een ja. ronde? Ja, ik en denk de dat... En de eindsprint is ook wel ja. eens dubbele de punten. De eindsprint is dubbel, dus dat is dan tien punten. Maar als je dan een ronde pakt bijvoorbeeld, hè, soms is dat 20 punten, soms is dat... In zes dagen is dat soms 100 punten, dus dan, ja. dan kan je bijna niet meer verliezen als je op een ronde voor staat. Uh, maar dat is dus die discipline waar je twee renners... En dat is een moeilijk te volgen discipline, zeker als je niet geconcentreerd kijkt, maar als je dat geconcentreerd volgt... En zeker als je dan bijvoorbeeld de Belgen uitpikt, is dat wel heel leuk om te kijken uh, ja. als er iemand uit de baan gaat, terug in de baan komt. Dat is wel een heel uh, interessante uh, discipline. Uh, vorig jaar wonen daar de Nederlanders, Jan-Willem van Schip en Jurie Havik. Uh, die zijn traditioneel heel goed in, in dit onderdeel, ook in de zesdaagse. Uh, Jurie Havik is er wel bij in, in de medicine dit jaar, uh, maar Van Schip niet, die rijdt wel andere disciplines. Maar die gaat dus niet samenrijden. Juri Havikrijt, en ik ben fan van Nederlandse namen, die gaat rijden met Vincent Hoppenzak. <laughs> dus daar ben ik benieuwd naar wat ze gaan doen. Er zijn nog wel een aantal andere sterke teams. Uh, de Britten met uh, Joshua Tarling, toch een bekend tijdritfenomeen ja, uh, 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 ja. aan het worden. Rijdt met Mark Stewart. Uh, en dan met de Italianen, Simone Consoni en Elia Viviani, dat dat ook al veel jaren meedraait. Op topniveau ja, ja, ja. uh, in dat onderdeel. Uh, Roger Kloegen is er ook bij, bij de Duitsers. Ik dat heb wel niet is... zien met wie hij gaat rijden. 52 dat... jaar of zo. Ja, maar hij is wel. Vorig jaar was hij nog uh, tweede of eerste. Hij staat in de rankings ook nog ja. heel hoog. Uh, bij de Belgen gaan uh, Lindsey de Velde rijden, uh, met Fabio van den Bossen voorlopig. Uh, wat goed is, want twee jaar geleden haalden zij nog brons op uh, dit onderdeel, op 2K. En op de spelen waren ze ook, ook sterk, maar dat was toen een heel chaotische koers waar ik denk. Iedereen gevallen is. En daar hebben ze dus niet echt uh, potten kunnen breken, jammer genoeg. Want ik denk dat daar wel iets mogelijk was. Um, dus uitkijken daarnaar. Zeker als je de Belgen aan het werk wil zien. Ook in toch een onderdeel waar ze kans maken. Uh, bij de vrouwen uh, was daar het goud vorig jaar voor Engeland. Met uh, Nia Evans en Eleanor Barker. Um, ik weet niet wat die dit jaar gaan doen. Maar ze moeten vooral uitkijken voor de Australiërs. Die zijn nog altijd in topvorm, want die hebben op het Spelen ook uh, goud gehaald. Georgia Baker en Alexandra Manley, die hadden vorig jaar ook al zilver. Dus uh, die gaan daar zeker ook een uh, topprestatie neerzetten, denken we. Uh, Kopecky heeft daar ook al twee keer goud gehaald, maar die gaat uh, niet meer rijden, uh, meer rijden dit jaar. Katrien uh, de Klerk en Helene Hesters, die gaan daar wel een duo vormen. Dus uh, ook een beetje afwachten, zien wat zij daar uh, ja, kunnen Kopijk, jullie eigenlijk geen Madison niet meer sinds dat Los uh, nee. Zuid uh, weg is. Hè. Ja, want dat was eigenlijk het vaste duo, het topduo ja. van België eigenlijk. Hè. Die hebben ooit ja. ook goud gehaald. Hè. Ja, ja. Uh, twee, twee jaar geleden ook. Ja. Ja. Ik ga daar misschien even nog verder want ik ga dat puntenkoers uitlichten. Dat is eigenlijk ja. de Madison, maar dan individueel. Ja. Dus uh, een beetje hetzelfde. Het is, uh, het, is eigenlijk een, het is een tijdje Olympisch geweest, tot, dat, uh, tot 2008. Uh, is het was het Olympisch van 1984 tot 2008. En sinds 2012 zit het eigenlijk wel terug in de Olympische Spelen, maar dan in de Omnium. Dus het is een deel van ja. de Omnium. Hè. Dus eigenlijk de afzetter van de Omnium is die puntenrace. Dus eigenlijk, het is eigenlijk hetzelfde. Het is 40 kilometer. Misschien, misschien even zeggen, de Omnium is een soort uh, meerkamp, ja. waar de renners verschillende nummers moeten doen en uh, doorheen die nummers punten halen. En dan wordt er eigenlijk ja, gekeken naar de totaalscore. Ja. Um, uh, maar dus dit is de puntenkoers. Dus op zich heeft het niets met de, met de Omnium te maken geen, op het WK. De mannen rijden 40 kilometer, de vrouwen 25. Uh, je krijgt punten per uh, 10 uh, rondes. Wordt er gesprint? 5, 3, 2, 1, punten verdienen. En als je een ronde pakt, zoals je daarnet zegt, krijg je 20 punten. Wie het meeste punten heeft op tijden, die wint. Uh, hier hebben we uh, Fabio van den Bossen bij de mannen. Die haalde bronzen in Glasgow. Uh, Aaron Gate won goud. En zilver was er voor Albert Torras, de Spanjaard. Uh, we hebben geen Jury Havik in dit onderdeel. Dat was de gouden medaille-winnaar van 2022. Je ziet dan: hey, Havik rijdt dan mm. wel uh, de Madison. Het is zo echt. Ja. Uh, ze zitten heel verspreid, ze doen allemaal andere dingen. Mm -hmm. uh, Philip Heijnen redt mee, voor de Nederlanders nog niet echt van gehoord. Nee. In 22 pakte hij trouwens van den Bossen ook brons, dus hij heeft er al twee keer bronzen opgehaald. Ja. Um, dus ja, ja. puntenkoers zijn altijd zeer voorspelbaar, onvoorspelbaar. Het is mm -hmm. echt heel moeilijk te zeggen wie dat er in dit deelnemersgeld gaat winnen. Roger Kloegen <laughs> doet ook hiermee. Yep. Uh, die haalde mm -hmm. zilver in 22 nog, maar ja, wat kan hij nog op zijn oude dag? Dat is de vraag. Um, bij de vrouwen is het natuurlijk uh, Lotte Kopecky, die hier topfavoriet is. Hier doet ja. ze wel mee, dus individueel doet ze wel mee aan de puntenkoers. Uh, heeft goud gewonnen op dit onderdeel in 23 en in 21. Uh, het enige vraag die ik heb is, het is een zeer lang seizoen al geweest, ik heb het eens opgezocht, uh, ze heeft in februari heeft ze de UAE-tour gewonnen. En daarna, als je op Pro Stats gaat kijken, is het indrukwekkend mm -hmm. wat voor resultaten ze gereden heeft doorheen heel het seizoen. En daarna gaat ze door, heel het voorjaar door, wint ze... Uh, ja wint ze uh, uh, alleen ze trekt het door, ze wint bijna de Giro. Ze heeft uh, geen pauze genomen, lijkt me. Nee, dit het is, is ongelooflijk. Ja. Ze is ook altijd fantastisch geweest. Misschien enkel op de Olympische Spelen zou je misschien kunnen zeggen dat er misschien zelfs meer daar. In gezeten. Maar zelfs mm. daar ja, haalt ze wel bronzen. Dus wat, wat, wat ja. kan je zeggen? Uh, maar ze heeft wel stevige concurrentie. Ja. Want eigenlijk de nummer 2 van vorig jaar, Georgia Baker, doet ook mee en ook de bronzen Japanse Uchino doet ook mm -hmm. mee. Jennifer Valente, de Amerikaanse, mm -hmm. is ook wel eentje. Een uh, naam die sterk. ook wel, ja, heel sterk ook op de Olympische Spelen. Dus die, die gaat volgens mij uh, ook wel, wel sterk zijn. Hij haalde bronzen in 22. En Ju Julie Let, de um, Deense, denk ik, die haalde zilver in 22, doet ook mee. En dan Nea Evans, die jij daar net al noemde, ja. die goud haalde in 22, die staat ook aan de start. Dus je hebt ja. echt wel een heel sterk deelnemersveld. Maar nogmaals, die medicine, uh, of die Madison, maar ook die puntenkoers, het kan echt. Alle kanten uit, hè. Vooral ja. in de omnium heb je dan al een waardeverhouding. Ja. En dan wordt er tactischer gekoest. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Benjamin Thomas. Ja. Die stond vorige keer eerstes. Of, of nee, die stond tweede, Maar dan weet je gewoon, ik kan, ik kan op iemand wiel rijden of zo. Ja. En dat kan in zo'n puntenkoers die op zichzelf staat helemaal niet. Ja. Dus dat is super moeilijk te voorspellen. Het hangt dan echt af van... Bijvoorbeeld, er gaat heel hard op Kopeckia jaar wiel gereden worden. Niemand gaat daar laten rijden. Wat ervoor nee. zorgt dat zo'n iets ja, minder bekende kan dan ja. ineens toch voor een ronde gaan bijvoorbeeld, ja. ja. Voilà. ja, ja. Dus je moet als topfavoriet gigantisch sterk zijn om zo, mm -hmm. doen, want dan moet je zo'n koers echt domineren, ja. echt domineren. En ik, ja, de vraag is, Kopeke kan dat zeker en vast, we hebben het daar al zien. doen. Um, maar uh, kan ze het nu ook? Dat is een beetje de vraag. Dus, dus ja, dat is inderdaad de vraag. Ja. Um, misschien nog één onderdeel en dat is de keirin. Um, dat heb ik eruit gepikt omdat die naam ook uh, weinig zegt. Cairn ja. uh, komt eigenlijk van het Japans. Uh, dat is daar een super populaire sport, want daar zijn echt cairn uh, academisch waar dat uh, rijders uh, dus de, de atleten, worden eigenlijk opgesloten. Die mogen ook geen gsm hebben, die worden helemaal van de buitenwereld afgesloten, uh, omdat daar zoveel op gegokt wordt. Die rijden dan ook allemaal op exact dezelfde fiets. Dat zijn stalen fietsen waar je op moeten rijden. Die hebben gewoon een gekleurd helmpje. En uh, daaraan kan je ze herkennen. Maar dat is dus ook een, uh, een, een discipline, al heel lang Olympisch uh, en op WK's. Um, dat zijn een aantal renners die starten, meestal zeven of zo, of zes of zeven. En die rijden achter een dernie, dus dat is eigenlijk een soort brommertje. Um, nu is dat niet meer met uitlaatgassen, maar dat is met uh, elektriciteit. Um, die trekt eigenlijk de groep aan. Dus ze kiezen van tevoren. Je ziet ze op een tablet, moeten ze op hun naam drukken... en dan komt er een nummertje. Dat is een startvolgorde en die moeten ze aanhouden... totdat de dernie uit de baan gaat. Dus totdat de brommer weg is. Want als ze dat niet doen, dan wordt het afgeschoten... en moeten ze gewoon opnieuw beginnen. Want soms heb je dat. Net voor de dernie weggaat beginnen ze al in te halen... want ze willen dan eerst zitten om te beginnen. Dus die dernie rijdt een ronde of vijf, denk ik. Vijf en een half. En die trekt de snelheid op naar, ik denk, 50 kilometer per uur... Uh, en dan rijden ze dus in dat treintje van zeven en vanaf dan is het nog, normaal gezien, 2,5 ronde ongeveer um, voor de eindsprint. Dus dat is een heel lange sprint, rond de 500 meter. En dan, is het, dan wordt het ook tactisch, hè, want dan komen ze van achteruit of de eerste probeert eerst te blijven. En dan is het gewoon puur wie de, wie de sprint wint eigenlijk, uh, 2,5 ronde later. Hmm. Um, de mannen, uh, daar zijn uh, een. Kunnen we eerst ja. even stilstaan bij die, die uh, gangmaakmotors? Dus inderdaad, is mm. het, nu is dat geen een brommer meer, nu is dat zo'n loze speed of een ja. e-bike. Ze laten daar toch kansen liggen in de keren. Mm -hmm. Ze moeten daar toch gewoon echt geniale dingen mee doen. Ja, dat lijkt zo. Me ook, ja. Een cheerleader op, 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 in zo'n cabrio, zo'n elektrische cabrio, die daar dan zo rijdt. Dat zou, je kunt daar toch. Geniale ja, dingen doen. Alles wat 50 per uur kan rijden, is goed eigenlijk. Hè? Ja, maar je kunt alles 50 per uur later rijden. Dat ja, ja. kan toch niet de moeite zijn. Allee, dat is, of, of een paard dat, dat zo'n zo, zo, draaimolenachtig paard of zo. Of... In, in Parijs hebben ze nog een paard dat je zelfs kan varen. Dus misschien kunnen ze dat, dat gebruiken. Maar ja, ja. <laughs> we in de, de opening ceremonie drie kwartier aan gekeken ja, wel, hebben. Ik, ik weet niet of dat, dat, dat 50 paard... per uur gaat, want dat ging wel heel traag. Kunnen ze dat paard niet gaan halen? Ja. En dat... maar, ik vind dat daar kansen gemist worden. Ja. Als ze het entertainment gehalte willen verhogen, ook... dan moeten ze toch uh, outside the box beginnen denken. En daar moet je een BV op zetten. En, yeah. en, je en moet daar alleen geen een bv, dus bekende mens, geen een bekende Vlaam, yeah. dat is wel voor de Denen ja. misschien minder. Alleen maar goed. Dat zou je zou wel een als carnaval binnenhalen en dan praalwagens. Ja, ik, ik vind uh. dat je <laughs> daar toch echt geniale dingen mee kunnen doen. Uh, ik vind dat daar zit, echt, daar zit echt winst in te maken. Ja, misschien moeten we dat eens even voorstellen aan de, het, de UCI. Hè. Dan komt bij op ook... het lijstje van goede ideeën. Ook die kering, dat is zo eigenlijk zo. Dus die, die gangbank moet vertrekken. Maar wanneer je, het je stopt, dat weten hij niet. Ah, dat vind ik ook wel gewoon. Ja. Dat is toch ook geniaal? Ja. Ja. Dat je zo. Ja, stop, misschien stopt hem al na een ronde. Misschien ja. rijdt hij wel door tot een ronde, aan het einde. Ja. Dat je kunt aanvoelen, oe, die oh. heel snel uh, 50 ja. te rijden. Ja. Ja, zo. Dat, dat zou echt geniaal zijn. En goed, mannen, uh, die mannen hebben geen kilometriek, dus die weten dat ook eigenlijk hè. Ja, ja dat, is, dat is nog echt een pure sport, maar goed. Allright, ja. wie moeten we uh, kijken? Wie is het zo, favoriet? Ja, bij de mannen. Uh, Harila Vrijse, Jeffrey Hoogland toen al bij mee. Dus dat zijn sowieso kandidaten, want het is een sprintnummer. Uh, Matthew Richardson is wel de, de beste, want die was vorig jaar tweede. Of dat is de topfavoriet, denk ik, want die was vorig jaar tweede. En die heeft heel het jaar al uh, eerst, tweede, derde gestaan uh, in andere Champions League-wedstrijden en kampioenschappen. Uh, vorig jaar was er ook uh, Shinji Nakano, die was derde. Dus daar is het sowieso ook naar uitkijken. De winnaar van vorig jaar. Quintero die heeft dit jaar nog niet veel gedaan, dus daar zou ik niet te veel rekening mee houden. Maar het is een sprintnummer en je weet het dus nooit. Uh, bij de vrouwen heb je LS Andrews. Uh, zij is de grote favoriet, want zij heeft op de Spelen ook goud gehaald. En dit jaar eigenlijk nog niet uh, minder gepresteerd dan, dan het podium, om het zo te zeggen, of top 5. Uh, normaal gezien hebben we bij de Belgen Nicky de Grendel, maar zij is er niet bij, uh, jammer genoeg, want zij is toch ook wel een van de topsprinsters op uh, wereldniveau. Dus dat is jammer dat ze er niet bij zijn. Ik heb daar ook nergens iets over gelezen waarom ze er niet bij is. Maar ik weet niet of jij nee, meer weet. Niet. Nee, nee, ik weet ook niet. Ik weet, kan je wel, uh, moet je wel een klein beetje corrigeren. Matthew Richardson is er niet bij, die rijdt niet mee. Ah, ja, wel moet ik uh, die in de deelnemerslijst zien, of heeft hij nu al nu pas afgezegd. Uh, oei, dan moet, moet ik nog even checken. Want ik heb net in de deelnemerstijd en niet gevonden. Ah. Maar dat is vooral de man, de Australier die naar uh, team uh, Great Britain overstapt. Ja. En ik weet dus volgens mij mag je daar dan niet meedoen. Ah, maar dat zou kunnen, ja. Maar ik heb, dat, ik heb me op de lijst volgens mij zien staan. Maar ik, 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 ik gaat het is, niet verder bekijken. Ik zoek, ik zoek ja, vertel ja. jij verder. Ondertussen zullen we, hè, want we hebben nu een paar disciplines overlopen, wij hadden ook een paar voor onszelf uh, favorieten of uh, uh, internationale sterren die dat we toch zeker willen bekijken en benieuwd zijn wat ze gaan doen. Uh, en ik had daar mijn namen zijn eigenlijk al, al genoemd, beide. Want ik keek daar wel uit naar de individuele achtervolging met... Uh, Bigum en Gana, uh, dus Dan Bigum van, uh, van Engeland en Filippo Ganna van Italië, um, dat zij allebei geen ploegenachtervolging rijden, maar wel de uh, individuele achtervolging van vier kilometer. Dat zijn eigenlijk degenen die Filippo Ganna heeft nu het werelduurrecord, dus uh, die, dat is een van de beste tijdrijders ter wereld. Uh, en ook Dan Bigum heeft eigenlijk net voor ...Ganna het werelduurrecord uh, heeft gebroken, heeft hij dat zelf afgenomen van Victor Kampenaerts. Um, en eigenlijk was dat zelfs maar als test voor, het uur, voor de poging van Filippo Ganna. Dus ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen, uh, zij met twee, um, in die individuele achtervolging. Ja, ja, sowieso ben ik heel benieuwd wat Ganna nog kan. Ja. Nou, toch wel wat een, wat mogen we zeggen, speciaalseizoen. Ja, ik heb ja. uh, nieuws: uh, Matthew Richardson rijdt niet mee. Hij, ah, mag, toch niet. Hij, mag, ah, ja. hij mag niet sowieso, omdat ja. hij nu in een soort van overgangsperiode ja, zit. Ja. Trouwens, trouwens, de Australische Beeld is echt al een beetje boos over die. Um... Snap ik. Uh, change, en ze eisen een tweejarige schorsing tegen hem. Dus oh, ja. dat, moet, dat, dat is nog iets om uh, uit, dat ga je over een paar weken horen in, ja. ons, in ons kort nieuws van ja. wat daarmee ja. gebeurd is. Maar uh, met andere woorden, zijn de Nederlanders daar dus alleen topfavoriet bijna? Ja, wel, ik ja. heb uh, van internationals waar je naar nou moet kijken, heb ik Harry Lavrijse natuurlijk ja. opgeschreven. Die gaat, ja, ik weet niet waar de man de energie haalt, maar hij gaat weer deelnemen aan vier onderdelen. De keren, uh, de tijdrit, de teamsprint en de individuele sprint. Uh, Lavreys is de tweede um, succesvolste uh, WK-baanwielrenner ooit. Arnaud mm -hmm. Tournon is de eerste met 19 medailles. Lavrijse heeft er 16 medailles. Ja. En qua goud is het sowieso nog maar 14, 13. En dus Lavrijze kan eigenlijk in deze, dit WK zich kroon tot de beste baalmuurrenner aller tijden. Het zou wel eens kunnen dat dat zijn doel is en dat hij daarom zoveel disciplines aanvangt. Hè. Ja, vier is, is als hij zijn alle vierde medaille haalt, dan heeft hij er twintig en dan zit hij erop. Ja. Maar ja, sowieso, ik denk in de individuele sprint heb ik ja, nog niemand gezien die aan zijn, aan zijn mm -hmm. enkels nee. komt. Ja, die Richardson was één. Uh, maar uh, eigenlijk is dat dan uh, Jeffrey Hoogland. Maar die moet ja. nog altijd de duimen leggen. In de, mm. ja, de teamsprint. Dat ze, het, ze hebben het eens een jaar verpest, hè, de Nederlanders. Ja. Maar eigenlijk valt daar ook niets aan te doen. Die mannen Heel weinig. Zo goed, zo ja. goed. En ja. de Keiren, ja, daar heb je natuurlijk wel een beetje. het... Je kan een slecht nummer trekken of het kan er wat tegen zitten. Maar zelfs, maar zelfs dan nog. Ja. 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 Um, nog iemand waar ik internationaal naar uitkijk is. Ja, je hebt hem al genoemd: Joshua Tarling. Mm -hmm. Hij rijdt de Scratch, dus dat is wel interessant wat daar... Allee, ik ben eigenlijk benieuwd, Joshua is echt zo'n <kwijnt> ja, gigantisch talent ook, denk ik. Ja. Ik denk nog steeds, als hij die pech niet heeft op het Olympische Spelen, ja. dat, dat hij daar een medaille pakt. Ja, hij pakt brons daar dan, hè. Ja, ik, de ja, ik denk zo. Ja, ik durf, zou zelfs meer durven zeggen. Ik, ja. ik, ik vind dat een gigantisch talent. Ik vind dat hij me echt al verbaasd. Maar ik ben wel uh, benieuwd wat hij kan op de piste. Want daar heb ik hem nog niet veel gezien. Om zo te zeggen. Nee, hij heeft bij de junioren uitslagen gereden. Uh, heeft daar ongeveer alles wel gewonnen wat je kunt winnen. Maar hij heeft dit jaar al de UCI Nations Cup gereden. Werd daar, uh, op de ploeglachtervolging heeft hij gewonnen. En hij werd daar derde op uh, de Madison. De Madison ja. die hij nu ook rijdt met uh, Mark Stewart, zoals je al ja. zei. En hij rijdt ook de Scratch. Dus benieuwd wat daar uh, wordt. Ja. Ja. Uh, ik heb nog een Nederlands opgeschreven. Uh, Lorena Wiebes. Die vooral bekend is van de weg. Uh, ja. En daar eigenlijk uh, een van de beste sprinters. Um, ja, de beste sprinter denk ik uh, is op dit moment. Vandaag weer gewonnen. Ja. Weer gewonnen in de CMAC Ladies Tour. Um, zij gaat het eens proberen op de baan, uh, op de piste. Uh, vooral richting LA ook. Uh, ze had dat al in haar contract laten zetten. En ze gaat nu eigenlijk gewoon eens uittesten wat ze kan, hoe ver ze kan geraken. Uh, een beetje als, uh, als voorbeeld heeft ze uh, Lotte Kopecky. Die ploegmaten is en laat zien dat er toch wel veel mogelijk is en veel te winnen en combineren valt. Dus zij gaat de uh, uh, scratch rijden en ze gaat zien hoe dat gaat. Dus ik ben benieuwd. Die scratch, moet je uitleggen wat dat is? Want ik heb dat nu ook al, op, al gezegd. Ja. Al op, maar moeten we zeggen wat dat is? Ja, ja dus kort uitgelegd, is dat gewoon een koers uh, van 10 kilometer, en de eerste over de streep punt. Voilà. En bij de mannen ja. is het 20, denk ik. Ah, ja. Maar en je rijdt gewoon. Ze moeten ook een nummertje pakken daar, hè, niet? Nee, nee. Dat is gewoon rijden. Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar dan rijden we toch nooit aan de kop? Nee. <laughs> ja, maar dat is goed voor sprinters. Ze wisselen dat wel af, hè? Dat zo, ja, zo, ze rijden maar dat... rond, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja. Anders valt uh, het stil, Nee, Maar dat is, dat is een heel simpele race, hè? Ja. En ze proberen wel een ronde pakken, hè? Dat kan wel. Ja, maar dat gebeurt toch zelden, hè? Ja. Ik weet het, kan dat niet, hè? Die kan, nee. die, op tomium ligt eigenlijk altijd, dat is ook een van de eerste dingen bij Tonium, denk ik, en het dat al ja. in het water. Ja, en dan moet je punten beginnen pakken. Copecchi ja. Ja. Um, ja. doet trouwens niet mee aan de Omnium, als ik juist uh, gezien heb. Nee, dat dacht ik ook niet. Het nee, is dus, ja. uh, dus dus misschien dus, toch dus, al een langzwaar zwaar seizoen. Ze ja. zal dus een paar dingen uitpikken, denk ik. Ja, ja. Um, even naar de Belgen dan. Dus we hebben een ja. elfkoppige selectie. Copecchi uh, is daar de grote naam bij. Um, Robert ja. Gijs en Nicky de Gren, zoals we al zeiden, zijn er niet bij. Ja. Um, wie, uh, naar wie kijk je uit? Of wie, welke opvallende naam heb je genoteerd? Ja, sowieso, laat ik op ik kijk ik naar uit. Hè, maar ik had ook wel vooral uh, Fabio van den Bossen omdat hij toch al een paar keer een medaille heeft kunnen pakken. En dat toch wel een van onze top, uh, toprenners is. Um, dus ik ben benieuwd waar hij nu kan geraken. En ook uh, kijk ik uit naar Jules Hesters. Uh, omdat hij vorig jaar brons heeft gehaald op het EK op de piste. En die deed dat in de, in de afvallingskoers. Koers. Dus de eliminatierace. Mm -hmm. Dus dat is ook een heel leuk, die hebben we niet uitgelegd. Maar dat is om de, denk twee rondes. Uh, degene die als laatste met zijn achterwiel over de streep komt, die valt af. En dan gaat er een rood lichtje branden op een stuur. moeten ze uit de baan. Ik vind dat een heel mooi ding om te zien. En Jules Hester is daar heel goed in. Uh, dus hij heeft vorig jaar al brons gehaald op het EK. En ik hoop dat hij dit jaar meer kan uh, ja. halen. Copacchio doet daar ook trouwens mee bij de vrouwen bij de Elimination Race. En die mm. is daar ook fenomenaal goed in. Ja. Die uh, gaat dat ook. Dat is echt een koers. Uh, daar moet je slim zijn, maar ook heel sterk. Het is niet helemaal eerlijk, want je kan echt wel miszitten, waardoor je, ja, ja. Als je ingesloten, reikt, ingesloten dan, zit. Ja maar eigenlijk ja. nou, ik vind dat heel tof om te zien dat is heel snel je hebt altijd om de twee, drie rondes heb je actie, dus ja. dat is wel tof hè. Um, en Fabio van den Bossen daar ben ik heel benieuwd, ik vond dat hij autoritair reed in de Omnium op de Olympische Spelen mm -hmm. eigenlijk had ik een beetje het gevoel dat ze daarna ja. hebben volgens mij in de podcast ook gezegd een beetje genoegen na met brons ja. Uh, ja, dus daarom dus ik, verwacht ik ook veel van hem nu dus ik ben wel benieuwd of hij het nu, dat vertrouwen wel gekweekt heeft natuurlijk ook voor hem een lang seizoen ja. Uh, op wat hij nu het vertrouwen wel het, wat, wat door kan pakken. Hè? Benjamin Thomas is er bijvoorbeeld niet bij, hij rijdt niet nee. mee. Uh, dus misschien kan hij nu wel ja, als, als soort van ja, leider opstaan uh, bij, die, bij, de, bij ja. de, de omnium bij de mannen. En, en daar gewoon wel eens. Ja, maar goud niet de duidelijke leider, want anders gaan ze hem niet laten rijden. Ah, ja, ja, hij ja, zou snel een nou. ronde moeten pakken en dan veel punten. Nochtans is de omnium, om daar dan de puntenkoers in te gaan als leider, lijkt mij helderder. Dan voor de tweede of derde. Of als ja. de tweede of derde laten ze jou ook niet rijden, want nee. de leider zal het op je wiel zitten. Mm -hmm. en, uh, maar als... als leider moet je altijd de verantwoordelijkheid nemen, hè? want jij moet er dan gaan achterrijden. Altijd. Ja, maar ook maar achter die twee, drie, vier die nog binnen uh, jouw puntenaantal zitten. Mm -hmm. En je kan er dan anderen wel laten rijden, die dan weer een bedreiging vormen. Voor, enfin, voor anderen is het een fijne. Het is eigenlijk heel tof. Ja, zeker. zeker. Mm -hmm. Ik wil uh, Lani Wittevrongel uh, tippen. Ik heb die uh, vorig jaar, denk ik, of ja, vorig jaar zilver weten halen op de Europ Europese kampioenschap in de Scratch. Ja. Was toen super verrassend. Ik weet dan nog dat uh, Renaat Schotten toen zei: Ja, we hebben hier een nieuw jong talent aan de ja. start. Lani. We, we zien wat ze kan. En die reed gewoon naar, naar, uh, naar zilver. Dat was echt heel straf. Het is ook mm -hmm. echt. Uh, ja, als je ze gaat opzoeken op Instagram en ook ziet, het is, het is een meisje. Ja, ja. Kijk, het is echt niet groot. Nee. Echt een, een, een klein dingetje, maar ja. er zit heel veel kracht in. En ik ben uh -huh. heel benieuwd wat ze nu kan. Hij heeft natuurlijk concurrentie van Lorena Wiebes, zoals je daarnet al zei. Uh -huh. um, maar ik ben wel benieuwd wat, wat, wat uh, Lani kan. Ze was mee op de Olympische Spelen als zo reserve. Dus hij heeft uh -huh. heel het traject wel meegemaakt. Ik denk ook wel dat ze daar dan sterker uitkomt. Uh -huh. Alleen of je dan treint, toch met de, met de, met de hoogste mee. Dus ik ben wel benieuwd. ben echt benieuwd. Ja, ik denk uh, dat ook wel uh, als ze. Uh... Verder doet wat ze bezig is, gaat dat wel een van onze speerpunten worden, denk ik. Ja, Vol en de... Richting volgende Spelen en WK's. Ja, want Nicky ja, de Grendel blijft toch een beetje. Maar goed, het heeft pech gehad op de Olympische Spelen en, en, en is er nu niet bij. Dus dat is mm. wel, wel jammer. Noah van den Branden ja. is ook iemand die ik wil aantippen. Ja. Um, uh, doet de individuele achtervolging. Hè, tussen ja. al die toppers, zoals Ghana of een Ghana of een Begum en al die mannen. Hoe ver ja. geraakt, hè, vind ik wel interessant om te zien. Ja. Er staat heel, heel, op heel veel lijsten als de reserve van de Belgen, bijvoorbeeld ja. bij, uh, bij uh, de Madison. Dus uh, wie weet dat die nog wel andere dingen rijdt. Dus inderdaad, leuk om te heel, zien. He, dat ik dat door had dat er altijd hmm. in het te veel staat met ja. een muisje achter... Ja. Ik ga dat misschien moeten zien, omdat lang. daar <laughs> substitute staat. Maar ja. goed, ik dacht, kan dat nu vijf man voor de achtervolging? Dat kan ja. toch niet? Je mensen is toch maar met twee? <laughs> ja. Ik heb er ook lang over nagedacht. Maar, uh, uh... Hij is ook een deel van de, van de achtervolgingsploeg, de teamachtervolging. Hè? Dus uh, het team dat, dat de Belgen eigenlijk aan het klaarmaken zijn richting de volgende kampioenschappen. Ja. Uh, dus dat is inderdaad goed om te zien waar het hier op dit moment staat tegen de individuele toppers. Hè? Ja, ik vind dat wel interessant. Hij is Europees kampioen geworden in de U23-categorie, mm -hmm. in het Omnium. Ja. Um, en hij was volgens mij ook deel van de ploeg die de Mixed Relay-brons haalde op de Europese kampioenschap op de weg dan weer. Ah, ja. Dus uh, ja, echt wel een man van het, van het, van het tijdrijden, van het, van het hard knallen. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, 22 ja. jaar, dus nog heel veel potentieel, heel veel mogelijk. En ook ja. echt wel zo'n pistier, hè. Ja, ja. Dat moeten we ja. toch blijven hebben, vind ik. Ja. In België moet een pisteland blijven, zijn, worden. Zijn dat ook. Ja. Alleen wat we echt nog missen, en daar moeten we toch. Uh, moeten we misschien ook eens vragen aan technisch directeur Frederik Brochet. We moeten de sprint. De sprintnummers, daar ontbreken we toch nog. Ja, hè? zeker bij de mannen is daar niemand, denk ik. Nee. Niemand doet mee van de Belgen. Er zullen er ongetwijfeld wel zijn, maar ze zijn op dit moment niet goed genoeg om, om mee te doen aan de top, denk ik. Nee. We zoeken eigenlijk iemand die zijn dijen wil opofferen. <laughs> om daar, ja. Gigantische hespen, hammen ja. van te laten maken. Allee, dus ja, door ja, daar ja. gewoon gigantisch op te trainen. Die nooit meer een, een jeansbroek wil aandoen. Nooit meer. Alleen nog maar in het leven doorgaan, door het leven wil gaan met joggingbroeken. Ja. Zo iemand zoeken we dus. Dus ja. ik kan u melden. Ben je kandidaat? Bij Belgian Cycling. En dan uh, mag je, word je zo opgenomen Ja, ik, hoop, ja. ik vind dat wel, ik vind dat wel uh, een gemis. We zitten nu ja. echt wel. Ik denk dat we gebijteld zitten voor weer nog een aantal jaar in dat in dat duur segment met ja, van de Bosse, met ook de, bijvoorbeeld Jules en, en uh, Helene Hester. Bijvoorbeeld, mm -hmm. zijn echt allemaal wel talenten, la nieuwte de scratch. Allee, we zitten echt, En like, hoop natuurlijk, maar ja, die gaat nog wel, gaat nog wel een aantal jaar mee. We zitten echt wel gebijteld voor, voor mooie resultaten en voor meer voor de medailles in dat duur segment. Maar ik zou het toch ook graag in de sprint ja. uh, zien. Allee, dat zou ik. Ik vind dat wel een. Heel, ik vind. Ik vind voor mij het allermooiste. We hebben het hier eigenlijk niet over gehad, maar het allermooiste vind ik nog wel de individuele sprint daarin. Hmm. Zo dat één tegen één. Ah, uh, dat surplassen. De... Oh, dat suurplassen. Suurplassen dat is mooi. Hè? En dan ja. dat megalomane explosie ja. van, van, van... En Altijd hetzelfde. Hè. Kan hier nog over. Kan hier nog oh, over In de en dan, En rond dan daar gaan en, en, ja. en Oh, ik vind dat fantastisch. En daarna die mannen dan kapot ja. benen, volledig verkramd ja. om dan. Meestal, als je zo in een uur later staat, staan ze er dan weer, want dan ja, is de volgende, ja. dan is de kwartfinale. Ja, uh, ja dat is, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat een fantastische discipline. die Ja, ik vind dat, die, die, ja, ik vind dat ook een mooie discipline. Vooral ook omdat in de, in de sprint, dat begint dus met eerst een tijdrit eigenlijk. Hè? Dus nu ja. dus rijden ze die sprint even gewoon ja. om de volgorde te bepalen, de startvolgorde. Dus ja. dat is eigenlijk een. Allez, je moet daar dan ook. Want dat is toch helemaal anders, denk ik, mm -hmm. ja, ja. dan één tegen één sprinten, waar veel tactischer is en een tijd niet te doet. Maar, enfin, dus je moet echt wel... Ja, ik vind het een fantastische sport. Sowieso ja, vind ja, ik zomaar. baanrennen... Ik, ik, allez, ik heb het waarschijnlijk in, in de Café Olympique-reeks niet verborgen, dat ik een gelooflijke fan <laughs> ben van baanrennen. Dus ik ga echt wel smullen ja. van uh, de komende... Allez, van volgende week, die komende ja, het worden voor die leuke dagen. dagen en, ja. Zeker ja. weten. Misschien nog een beetje om af te sluiten? Ja, graag, graag. Ja... Uh, Rinke, ken je het Stade de France? Dat is het, uh, uh, het, het Nationaal Voetbalstadion van Frankrijk. Hè? Ja, dat is het Nationaal Voetbalstadion van Frankrijk. En dan zou je denken: waarom kwam ik daarmee af in een wielren podcast? In een ja. baanwielren podcast. Dat is omdat dat vroeger de Stade Vélodrome du Parc des Princes heette. Dus dat was eigenlijk oorspronkelijk een wielervelodrome op diezelfde plaats. Uh, die is gebouwd in 1893 en dat is ook de eerste wielervelodroom ooit. Uh, zo staat het in de Annalen met dubbel N. <laughs> uh, maar over die piste, de eerste directeur daarvan, of de directeur daarvan, was Henri Degrange. En die ken je misschien ook. Mm -hmm. Dat is de uh, oprichter van de Tour de France. Nee, ja. Jawel. ja, dat is de oprichter van de Tour de France. En uh, hij was uh, sportjournalist, maar die was zelf ook wielrenner. Uh, en ook op de piste, dus. Uh, en hij heeft uh, meerdere wereldrecords uh, gereden op de piste. Uh, onder andere heeft hij ook het allereerste werelduurrecord gereden. Uh, van, en dat stond toen op 35,325 uh, kilometer. Dus 35 kilometer. Uh, en hij heeft dat gedaan dus in 1893, het allereerste werelduurrecord, door de organisator van de Tour in de allereerste wielerpiste in het Stade de France. Uh, en misschien nog een extra weetje. Dus nu we hebben we hem daar juist al vernoemd. Staat het op naam van Ganna En is het 56,792 kilometer. Hè? Dus dat is meer dan uh, 20 kilometer meer ondertussen. <laughs> Tot eigenlijk. Oh, ja. Ja. Trouwens, uh, bij deze ook een oproep. Ik, uh, we hebben een periode gehad dat het uurrekord veel aangevallen is. Hmm. Uh, waar, waar zijn de gegaligden? Kom aan. Ja, er was er dit jaar één, hè, maar die heeft moeten opgeven. Ik we zijn zijn niet meer. Wat anders was er ook mee bezig. Hoe kun je, je nu opgeven na een uur? Allee, het is maar een uur. Nee, nee hij, hij haalde het tempo niet en heeft hij na drie kwartier opgegeven ofzo. Loser. En hij heeft een testrit gedaan, dat was een jongen nog. Dat was nog een jongere, denk ik, van 20 of 22 ah. ofzo. Uh, dus dat was een test uh, om te zien of het zou lukken. Um, ik zou zeggen, Remco, ondowel, dat is iets voor zijn nadagen. Nee, nu topdagen. Nou <laughs> ah, ja. Ja, ik denk dat veel investering is voor uh, toch nog niet zo'n grote return, denk ik. Oh, veel investering. Die moeten gewoon nu naar een piste gaan en zeggen, ik ga nu rijden en los dat uw record breken. Daar moet zelfs geen volk bij zijn, hè. Nee, nee, maar je moet ook ergens op hoogte zitten en zo, hè. Ja, ja dat is waar, maar ja. In Ecuador of zo. Dus oké okay. oproep. <laughs> nee. ja. Nu is het moment. In de winter... Je hebt toch niets te doen. maar voilà. ja. hebt veel u. Hoe lang kunnen we voilà. op verlof gaan? All right. dus... van 16 tot 20 oktober. Uh, helemaal op spoor, samen met Renaat Schotten waarschijnlijk, gaan we naar het WK Baanwerende kijken. En wij zijn er terug, mm -hmm. na uh, het WK Baanwerende, met een nabeschouwing. Uh, om ons te zien wat wij eigenlijk allemaal voorspeld hebben of uitgelegd hebben. Of er eigenlijk iets ja. van is uitgekomen. Ja. Gok van niet, maar je weet nooit. Je weet De kans is nooit. klein. Nee, vooral om uh, historische prestaties, ja. uh, gouden Belgische medailles en zo, uh, te vieren. Dat gaan we vooral ja. doen. Dus uh, over een tweetal weken zijn we er terug. Heel goed. Top Bedankt dan. voor het luisteren en tot de volgende. Dag.